Er worden werkzaamheden uitgevoerd, de nieuwe koffiekamp in het district Brokopondo, door de Surinaamse waterleidingmaatschappij. Henry Stekkel, regiocoördinator distributie binnenland, legt uit wat er gaat gebeuren. Nou, de mensen daar ter plaatse ontberen water. Op de hoek van Bronsweg en nieuw koffiekamp hebben we als beginpunt en als eindpunt, het dorp nieuw koffiekamp, gaan we 12 kilometer aan leidingen spuien. Een 110 mm via een PVC-leiding. Spuien houdt in dat we die leiding van alle vuil ontdoen. Alle rommels daarin spuien we eruit om die leiding weer klaar te maken om te distribueren. Okay. Maar hoe lang zullen deze werkzaamheden duren? Ongeveer 10 tot 14 dagen. Okay. En wat, hoe zullen de mensen dat merken? Want nu hebben ze dus nog geen water. Nou, de SWM levert water 2 maal per week. Dus tussen maandag en vrijdag, 2 maal per week, wordt er water geleverd voor de bewoners of voor de binnenlandbewoners ter plaatse. En dat loopt ook op willetjes. Maar na de werkzaamheden, dan hoeft er geen water meer geleverd te worden? Zeker niet. Nadat we gespuit hebben, gaan we een lek- en druk test uitvoeren. Lek- en druk houdt in dat we die leiding onder druk gaan zetten. Tot 6 bar, om te kijken als de leiding de druk kan verdragen als we water erdoor gaan sturen. Ik hoor je vaker zeggen spuien. Kan je aboen even leggen, dus maar uit precies zo nadat die? Nou, spuien betekent dat we het leidingnet of het distributienet opschonen. Om alle vuil en alle sedimenten erin weg te halen, op te schonen, zodat die weer bruikbaar wordt om te distribueren. Maar gaat het alleen om nieuw koffiekamp of zullen andere omliggende dorpen daar ook profijt hebben? We doen ons best dat andere omliggende dorpen profijt ervan hebben, maar nieuw koffiekamp heeft nu ons aandacht. Omdat de mensen al een tijdje geklaagd hebben en nu hebben we dat gebied aangedaan om orde op zaken te stellen. De straat.